Goedemorgen, broeders en zusters. Een stralende dag voor u en de uwen. Vandaag ben ik er weer met de geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente. Vandaag heb ik het over het zegevierend lam als officieel symbool van de Evangelische Broedergemeente. Het lam dat overwonnen heeft staat als symbool voor Jezus Christus. Hij draagt de overwinning. Meestal wordt het omgeven met het onderschrift in het Latijn: Visit Agnus Noster Eum Sequamur. Ons lam heeft overwonnen, laten wij hem volgen. Dat is ook de kreet die we uitroepen als we onze augustusmaand beginnen en tijdens de augustusmaand, maar ook tijdens vele andere gelegenheden. In verschillende provincies en gemeenten zijn veel verschillende weergaven van het beeld van het zegevierend lam te vinden. Veel passages in de Bijbel vormen onze kijk op Christus als het zegevierende lam. Zo kunnen we kijken naar Johannes de Doper die zei over Jezus: "Zie, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt." Johannes 1 vers 29. De oudtestamentische achtergrond omvat het verhaal van het paaslam in Exodus 12, de verse 21 tot 27, en het profetische visioen van de lijdende dienaar, Jesaja 53, vers 7. In het Nieuwe Testament wordt het beeld van het offerlam aangeboden om de dood van Jezus aan het kruis te interpreteren. 1 Korintiërs 5 vers 7 en 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Ook in het boek Openbaring, tenslotte geeft ons een visioen van hoe het lam dat geslacht werd, nu op de hemelse troon zit. Openbaringen 5 vers 6 en 13. Ons lam heeft overwonnen, laten wij hem volgen. Ons lam heeft overwonnen, laten wij hem volgen. Ons lam heeft overwonnen, laten wij hem volgen. Morgen zal ik toch wel de aandacht besteden aan de geschiedenis van het lam. De dagteksten voor woensdag 9 augustus 2023. Psalm 119, vers 165. Zij die uw wet liefhebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. Zij die uw wet liefhebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. Psalm 119, vers 165. Het leerwoord is gehaald uit Colossense 3, vers 16. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Colossense 3, vers 16. Hemelse Vader, goedemorgen. Dank u wel voor deze stralende dag. Deze nieuwe hoop. De dag waar wij kunnen gaan met onze overwinnaar. Zo mogen wij weten dat de woorden van Christus in al hun rijkdom in ons mogen wonen, samen met die Heilige Geest. Wij worden opgeroepen om elkaar te onderrichten en te vermanen in alle wijsheid, in liefde, in nederigheid en in barmhartigheid. Dank u wel voor deze woorden. Vandaar dat wij het inderdaad uitroepen dat ons lam heeft overwonnen. En die zullen wij volgen. Vader, wij volgen nu op al onze schreden. Wat er ook in ons leven gebeurt. Als wij het voor uw troon van genade zetten. Als wij het daar brengen en laten. Dan weten we zeker dat wij de kracht en de liefde en de zekerheid hebben. Dat we geborgen zijn in uw machtige handen, vandaar dat wij voor uw troon van genade brengen. Een ieder die onrechtvaardig behandeld wordt. Een ieder die in de handen van de vijand wordt gedrukt. Een ieder die in zaken worden geluisterd, onschuldig. Help hen, o Heer, om uw weg
te vinden, om uw stem te horen. Help ons, Heer. Wij hebben het nodig om uw stem te horen, om te voelen wanneer u ons wegtrekt uit sommige deals. Help ons, o Heer, dat wij anderen mogen waarschuwen met een oprecht hart. Ook als christenen, dat wij ervan doordrongen mogen zijn, dat wij niet op het verkeerde pad belanden. Hemelse Vader, we brengen voor u de zieken, de bedroefden, de ellendigen. Zij die zo gedesillusioneerd zijn door wat hen overkomt in de wereld. Laten wij hen bij u brengen. Laten ze weten dat het lam heeft overwonnen. Het lam dat zij mogen volgen. Gaat u met ons, Heer. Als wij ook de senioren burgers bij u brengen. En ieder die wat dan ook te vieren heeft. Een jaardag, iets anders. Gaat u met hen. Gaat u met ons. En neemt u over van ons, lieve Vader. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.